Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Vandaag een DDM van Lima. Deze heeft nog gloeilampen erin zitten, vermoed ik. En is volledig analoog. Ik wil deze gaan digitaliseren. Hiervoor moet ik in ieder geval de bak verzwaren. Want ik heb gemerkt met rijden, hij is nu veel te licht en verliest continu contact met de rails. En er moet een decoder in. Maar het belangrijkste, misschien wel moeilijkste is, hoe krijg je hem open? Ik heb gemerkt dat als je een satéprikker of een tandenstoker pakt en hier in de hoek tussen de gele buitenkant en zwarte onderkant zet, kun je er zo tussenin. En hier zit blijkbaar een clipje. Hop. En zo schiet het clipje los. Het is enigszins vergelijkbaar met de IRM van Lima. Alleen is deze een stukje minder strak dan de IRM. Deze is zit wat minder strak vast. Kijk, en dat is de achterkant. Zo, en dan is hij open. Je kunt vrij makkelijk de onderste banken en de bovenste banken losklikken en apart zetten. En dit is de bestuurdersstoel. Hier zit een led, diode en twee draden. En dat is eigenlijk alles wat hierin zit. Nou, en dit is het. Metalen gewicht. De banken zitten hier, de onderste banken zitten hier vrij dicht op. Dus om hem te verzwaren zal ik even moeten kijken waar ik het extra gewicht ga stoppen. En misschien dat het lukt misschien dat ik dit gewoon vervang voor lood. Iets wat de fabrikant niet kan doen. Maar hier heb ik ook nog een hele mooie ruimte waar redelijk wat in kan die redelijk in het midden ligt. Mooie kandidaat. Ik heb inmiddels het middenstuk volgedaan met lood. Lekker zwaar. Dat komt hier mooi in het midden te liggen. Hier heb ik twee stukjes lood liggen. Om de onderkant nog iets zwaarder te maken. Ik had liever een ander metaal gebruikt. Maar ja, dit zit vol met houtlijm. Zodat het er niet uitvalt. Verder heb ik hier nu de gloeilamp nog in zitten. Zo. Kijk, de opstelling nu is vrij makkelijk. Eén deel van de stroompickup gaat naar de gloeilamp. De andere gaat door een diode naar de andere kant van de baan. Afhankelijk van hoe de stroom op de rail staat, gaat het lampje branden. Dit ga ik verder niet gebruiken als ik hem ga digitaliseren. Dus die gaat er nu even af. Mijn soldeermout moet nog even warm worden. Daar gaan we. Diodes komen altijd wel van pas. Dus niet voor dit project, dan wel voor een ander project. Zo. Gloeilampje eraf. Hoppa. Als je deze nu heel eenvoudig wil digitaliseren, zonder veel franje. Dan neem je een decoder. Dit is dus een Lace DCC decoder. Die ik gebruik als functiedecoder omdat de motoraansturing toch broeder blijkt dan ik had gehoopt. Aan de blauwe heb ik een led zitten rechtstreeks. En aan het korte poot van de led heb ik een weerstand.
en de witte kabel zitten. Deze kun je meestal, en ik denk dus ook bij deze, precies in de gloeilamp klikken. En ik heb hier nu een LED met een afgevlakte bovenkant, maar je kunt hier ook gewoon een LED met een bolle kant neerzetten. En je klikt hem erin. Nu heb je eigenlijk je trein omgebouwd naar LED-verlichting. De rode en de zwarte sluit je aan op de kabels van de baan. En dan kun je zeggen, dan kun je hem schakelen tussen wit en uit. En dan gaan mooi deze witte branden. Als je nu nog iets wil met de rode, dan wordt het interessanter. Ik heb hier een video van gemaakt met de Benelux eindrijtuig. Daar heb ik met een schakelaar gedaan. Bij deze ga ik proberen de verlichting in te bouwen voor de rode verlichting. Waarbij de hele boel gedigitaliseerd is. Wat ik daarvoor moet doen, zijn deze rode hier uitboren. Aan de binnenkant door dit plastic heen. Is het een beetje te zien, ik hoop het. En hier is dit nu het hele vlak wat eigenlijk de witte verlichting verlicht. Daar moet er een licht geleider hier dwars doorheen aan twee kanten. Zodat die hier achteruit komt. Op het moment dat je hem hier achter hebt, kun je ze zo buigen dat ze bij elkaar komen en kun je er een rode LED tussen zetten. Als je een rode LED ertussen zet, kun je hetzelfde doen als hier. Weerstand ertussen aan de gele draad en de andere aan de blauwe draad. En op dat moment heb je wisselend voor ons sluit zijn. Ik ga niet het hele proces laten zien, want het is best wel een werk. Maar ik ga in ieder geval beginnen met het uitboren. En de lichtgeleider er daarna inzetten. Ik heb eerst met een boordje van 0,8 mm een klein gaatje geboord. En daarna met 1,2 mm op dezelfde plek. En daarmee heb ik, nou, ik moet eerlijk zeggen, min of meer in het midden. Nu de rode uitgeboord. Ik zou nog met een grotere boor kunnen proberen. Kijk, deze hier is precies in het midden, deze niet. Ik kan nog met een grotere boor of met dit bordje proberen hem iets meer naar de zijkant te brengen. Als ik een grotere boor gebruik, zal ik ook een dikkere lichtgeleider moeten hebben. Nou, die heb ik op zich wel. En dan komt het ook meer in de buurt van zoals de witte lichtgeleider nu is. Dat moet je echt per trein even rustig zelf bekijken. Ik ga ook even kijken of ik hem nog groter ga maken of niet. Ik heb het eerste kleine gat geboord met de trein helemaal dicht. En dan is ook dit stuk cabine op zijn plek, zodat ik precies wist waar de boor uitkwam. En ik kan dus heel makkelijk los dit verder uitboren. Zonder dat ik dan nog een keer door de kap heen hoef. Dat geeft mij toch iets meer geruststelling. Ik heb de mijne heel voorzichtig nog wat verder uitgeboord. En ik heb twee lichtgeleiders gemaakt. Dat is niet zo mooi. Ik heb twee lichtgeleiders gemaakt. En ik heb hier een beetje het lenseffect op gedaan. Opgemaakt door dus de lichtgeleider in een oude tang te pakken. Zodat er een klein puntje uitsteekt en vervolgens met een hete luchtkanon op 125 graden erop te blazen. En dan smelt het, maar dan verbuigt het niet en krijg je een klein beetje een lens erop. Dat maakt ook dat ik ze er doorheen kan duwen. En dat ze op het einde, dat ze erin kan trekken, maar dat ze er niet doorheen kunnen schieten. Dus dat het wat minder lastig wordt om precies uit te mikken hoe ver ze erin moeten. Nou, het is altijd een beetje zoeken naar dat het precies net goed genoeg is, maar niet te veel. Een van de nadelen van deze opstelling is wel dat zo, dit zit normaal hier op de onderkant en het licht schijnt hier gewoon een ruimte in en dat komt allemaal wel goed, maar door dus deze lichtgeleiders erop te bevestigen, krijg je dat deze onderkant, die normaal hierin zit,
voortaan vast zit in de kap. Houd daar rekening mee, ook met het openmaken, dat dat dus niet zo makkelijk kan. Ik heb daarvoor bij de Benelux ervoor gekozen om de pinnetjes aan de zijkant hier eraf te halen, zodat hij niet meer klemt in de kap, en hem vast te zetten via de lichtgeleiders, zodat hij niet meer aan de onderkant klemt, maar voortaan hierin vast zit, zodat het je nog wel open kan maken zonder meteen die hele installatie aan lichtgeleiders eruit te trekken. Nou, ik vind dat deze lichtgeleiders in dit geval er iets dieper in moeten. Dus ik haal waarschijnlijk een stukje af en ik maak ze wat minder bol. Daarna ga ik ze fixeren met wat lijm. Nadat ik ook ervoor gezorgd heb dat hij niet meer hierin klemt. Hier zit dus dadelijk de LED voor het witte licht in. Dan hoop ik dat dat niet te ver doorschijnt door de lichtgeleiders naar het rode licht toe. En anders moet ik wat met de zwarte stift doen. En ik buig ze daarna hier naar hier achter toe om, zodat ze bij elkaar komen en ik met één ledje ervoor kan zorgen dat er rood licht is. Of ik kan ze ook nog eerder afknippen en de ledjes in deze ruimte hier leggen. En ze dan ook vast lijmen, zodat de lichtlekkage minder is. Dan ga ik eens even proberen en over nadenken. Zo, ik heb nu even vlug alles aangesloten. Nog niet de definitieve opstelling, maar meer om te testen. De blauwe hier gaat naar deze twee weerstanden toe. En die gaat naar of de witte of de rode. En de rode tweede led staan met elkaar in verbinding. De gele hier gaat naar de rode led toe. En de witte gaat naar de witte led toe. Dit is de decoder. Zit hier met zwart vast aan één kant van de rails. En rood zit aan deze kant vast met de andere kant van de rails. En om te programmeren zet er even een motor aan, zodat ik kan zien dat hij reageert. Wat ik nu nog moet doen. Ik ben dus wel gegaan voor een oplossing van twee leds en niet de lichtgeleiders buigen. Ik ga dit deel nog afdekken met tape, deze twee kanten. En misschien nog een iets sterkere weerstand zetten op de witte led. Zodat hij minder sterk is en dus ook minder licht doorlaat naar buiten toe. Want je ziet nu met de witte verlichting dat de rode seinen ook een beetje mee oplichten. Verder ga ik alle kabels inkorten, alle pootjes inkorten, zodat de gehele decoder ofwel hier komt te liggen, of misschien dat ik hem hier ga stoppen en dus alle kabels hieronder langs ga leiden. Het eindresultaat zal in ieder geval niet veel anders zijn dan wat je dadelijk ziet, waarin hij nog eventjes los op de onderkap staat. Je kunt daarin het rode en het witte licht zien. Pardon. En dat is ook wat mij betreft even het eindresultaat. Ik hoop dat dit interessant was. Dat je er wat van geleerd hebt. Like en subscribe. En deel en laat weten wat je ervan vindt. En tot een volgende keer.